Mooi. Als afsluiting mocht ik spreken over netwerken, over hoe kan je de puzzelstukjes zo bij elkaar leggen dat er een grotere beweging ontstaat. André die heeft gesproken over hoe kan je visie voor een stad of een dorp hebben en hoe kan je misschien vanuit je straat waar je bezig bent dat uitvergroten naar je hele stad, om daarvoor te bidden en daarin te gaan werken. Mark die heeft gesproken over praktijkvoorbeelden daaruit. En zelf hoop ik dan nu te spreken van, joh, leg die puzzelstukjes allemaal eens bij elkaar in het netwerk. Doe waar je goed in bent. Als ik kijk naar het hart van het evangelie, dan is dat Gods liefde voor deze wereld. Gods liefde voor jou, voor mij. Maar God is niet een God van individualisme. God is een God van volken, van families. Neem een familie Israël. God die liefde is, zoekt verbinding. En als er iets in mij diep getriggerd is doordat God verbinding zoekt, is het wel dit. Zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, je weet hem al. Zo lief heeft God de wereld. Maar daar wordt eigenlijk gezegd, op die manier lief heeft God die wereld gehad. Niet op een andere manier lief. Hij heeft niet een andere manier verzonnen waarop hij het lief had. Maar hij bewees zijn liefde daarin. Dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Dat hij zelf integreerde in het bestaan. En dat raakt me zo ontzettend diep, want dat is wat liefde doet. Liefde zoekt verbinding. En liefde laat niemand buiten staan. En het is niet goed, zei God, nadat hij heel de aarde en alles wat erin is gemaakt was, klonk het eerste, het is niet goed van God. Het is niet goed dat de mens alleen is. Het is niet goed dat de mens zonder God is. Dat zei God daar niet, maar dat is wel zo. Het is niet goed dat de mensen zonder God zijn. Dat mensen met hun ziel onder de arm lopen, terwijl ze bedoeld zijn om aan God toe te wijden. Het is niet goed. En het is niet goed dat de mens alleen is. En daarom heb je ook gemerkt dat we in de gemeente ook in teamverband werken. Het is niet goed om op eenzame hoogte te werken. En als dat zo is in jouw leven, denk nu in het puzzelstukjes bij elkaar leggen. Als jij evangelist of zendeling of wat dan ook bent, op eenzame hoogte, breng daar vanaf vandaag verandering aan. Het is niet goed om alleen te zijn. Schouder aan schouder de Heere te dienen. Jezus had zijn discipelen bij elkaar. Hij trok met hun op. En op het moment dat hij ze uitzond, zond hij ze allemaal met dezelfde missie uit. En daar gingen ze, niet één voor één, maar twee voor twee. Samen. Verbonden, schouder aan schouder. En Jezus zei tegen ze, toen hij ze riep, kom achter mij en ik zal je vissers van mensen maken. Ja, kom achter mij en ik ga je vissers van mensen maken. Dat waren de enige woorden van Jezus. En direct lieten Petrus en de andere nieuwe discipelen hun spullen voor wat zij waren en ze gingen Jezus volgen. En als Jezus ons roept om vissers van mensen te zijn en dus mensen bijeen te brengen voor Jezus, dan lijkt het me goed om na te gaan denken, tenslotte, om over de manier hoe we vis gaan vangen. Als we echt gaan vissen, dan gebruiken we wormen bijvoorbeeld als aas. En we doen die wormen eraan en dan gaan we eigenlijk op het moment als we beet hebben, we zitten naar onze dobber te staren en als we beet hebben, dan halen we het haakje aan, halen we hem van het haakje en dan moet die vis dood. Dus we doden vissen. En vervolgens is die vis dus uit zijn school, uit zijn isolement, uit zijn netwerk gehaald. Voel je aan, hè, voordat hij gedood wordt. Dus de school gaat verder zonder één, de inmiddels dode vis. Dat is als we gaan vissen. Als we visser van mensen zijn, dan gebruiken we ook bepaald aas. Gods woord en het getuigenis van Gods woord in je leven. En dan gaan we niet mensen doodmaken, maar door mensen te vangen, maken we ze levend. Van geestelijk dood worden ze levend. En wij kunnen dat niet, maar we worden ervoor geroepen om daar een schakel in te zijn. Te vissen. En vervolgens brengen we iemand in een school, in een groep van mensen. Voel je de tegenovergestelde van het isolement
in verbinding levend geworden. En zo zijn we als vissers van mensen. Ben jij geroepen en natuurlijk, er zijn preken genoeg over gehouden, dus dat ga ik niet doen. Maar dan zit je daar in je gemeente en zoveel mensen die ploegen op rotsen, denken ze. En dan zitten ze en dan kijken ze naar hun dobber en dan zitten ze te staren en dan denken ze, heb ik vangst? Ah, ik zie wel beweging. Laat ik vangst hebben. Laat het gezegend worden en opeens hap, bijt de vis en dan heb je hem aan de haak. En dan gaat dat goed. En terwijl je hem dan aan de haak hebt, dan haal je hem eraf en denk je, wauw, wat een zegen. Ik heb vangst. Een grote vangst, want het is een grote vis. We bidden dat er eentje de Heer Jezus leert kennen. En de engelen in de hemel zijn blij. Ze juichen omdat één iemand de Heer Jezus heeft leren kennen. Vangst. En daarvoor alleen al is mijn leven de moeite waard, zul je denken. En dat is zo. Mag ik alleen even een kritische vraag stellen? Jezus vraagt toch niet om amateurs te zijn? Je bent toch geen hobbyvisser? Jezus zegt, kom achter mij, volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. Heb je ooit een visser uit Urk met een hengel in een bootje de zee op zien gaan? Dat is toch te zot voor woorden? Ze pakken de netten. Ze gooien de netten uit. En de netten vullen zich vol met vis. En ze halen de netten op. En zo hebben we vangst. Enorme vangst. Lieve mensen, het is echt tijd om te stoppen met naar onze dobber te kijken. Om te kijken van, gaat die dobber nou op en neer of niet? Ah, weer mis. Het is tijd om een net te hebben. Om ons verstand te gebruiken. We willen de Heere God lief hebben en dienen. Met heel ons hart en met heel ons verstand. En daar hebben we verstand voor gekregen, hoe we netten maken. Weet je wat netten maken is? Netten maken is gewoon knoopjes aan elkaar verbinden. Heel eenvoudig. Zodat als er een vis inzwemt, hij gewoon niet meer uit kan. Dat is vissen. Simpeler kunnen we het niet maken. En Petrus en Johannes, vergeet het niet, hadden geen hengel en geen dobber. Ze hadden een net. En die waren ze aan het schoonmaken en aan het repareren. Dat staat in het woord. Als wij dan een wijk hebben. Als wij dan een dorp hebben waarin we mogen dienen. Als we dan in een stad werken. Wat zijn dan de netten? De handgemaakte netten. Waar we mensen mee bij elkaar verzamelen. Waar we die ene vis die zo eenzaam zwemt. Mensvis, erbij kunnen voegen bij die school van mensen die leven van de liefde van God. Waar zorg en aandacht aan besteed wordt aan dat net, zullen veel vissen gevangen worden. Daar ben ik van overtuigd. En anders zullen de mensen intrinsiek soms gemotiveerd op je weg komen en zo hoepa voorbij zwemmen. Maar met het net heb je een hele school te pakken. Ga de wereld in en maak alle volken tot mijn leerlingen, tot mijn discipelen. Volken is niet visje. Volken. Hier heb je allemaal volken. Maak ze tot mijn leerlingen. Ga ermee onderweg. Hoe heb ik dat gedaan in Almere Haven? Gewoon een paar kleine voorbeelden die het onderstrepen. Als eerste heb ik me gepresenteerd als uw wijkpastor. Ik heb het net in de workshop ook gedeeld. Ik ben gewoon naar de mensen toegegaan van de gemeente, maar ook aangebeld bij de anderen. En ik zeg, ik ben uw wijkpastor. Nico van Splunter uit Rotterdam heeft me nog een duwtje in de rug gegeven. Die heeft gezegd, dat heb ik ook gedaan en vraagt er dan nog één ding bij. En die zei, vraag aan de mensen bij wie je komt. Bij de instanties, maar ook bij de particulieren, bij gewoon de burgers. En vraag, wil jij mij aan één iemand koppelen, die er zelf behoefte aan hebt, of dat jij denkt van wauw, dat is interessant voor jou Bert, dat jij die leert kennen. Vraag dat aan die persoon die je spreekt. Wil je mij bij één iemand anders introduceren? Je leert zo de stad kennen. En zo zijn we de stad doorgegaan. En dan belden we aan en dan zei ik van joh, fantastisch, ik kom een kop koffie met je drinken. Ik ben uw wijkpastor. Ja, maar daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Nee, Gods liefde vraag je ook niet om. Dat biedt zich aan. Dat is God. Hij biedt zich aan met zijn liefde. En ze stonden te kijken dat je er present voor was. Gewoon voor de problemen.
En dat mensen zeiden van, oké, maar hoe ga je dat dan, kan je ook hierbij helpen? Ja hoor, ik kan kijken of mensen in de gemeente jou hierbij kunnen helpen of dat ik jou bij de hand kan nemen. En zo kwamen we in contact met nieuwe groepen. En weet u wel, dat één nieuw iemand, dat een nieuwe groep is. Heeft u ooit beseft dat als u één kind op de kinderclub hebt, dat u een machtig netwerk tot uw beschikking hebt? Als je één kind hebt, heb je een familie, toch? Als je één familie hebt, die wonen ergens in een huis, toch? Dan heb je een straat, toch? En op het moment dat je één kind hebt, zit hij in de klas. Weet je hoeveel kinderen je hebt? Weet je hoeveel families je dan hebt? Het is ongelooflijk dat we zo in netwerken mogen denken dat als we één kind zien, dat we eigenlijk de hele wereld eraan verbonden mogen zien. Maar hoe gaan we dat aanboren? Het is indrukwekkend om te zien hoe via de wei... Oh ja, hier op de foto, daar ben ik de schoenen aan het poetsen van de mensen als wijkpastor op het Marktplein. En zulke mooie gesprekken krijg je daardoor. Maar leer je mensen kennen. En tegelijkertijd is het zo ongelooflijk mooi dat er uit één... Want het moet ergens beginnen, uit een paar contacten, dat er een groeiend netwerk is gekomen. Je ziet heel in het klein al die puntjes bij een groeiend netwerk. Dat zijn allemaal havenaren die onderweg zijn de Heer Jezus steeds beter te leren kennen. Net zoals ik. Ik ken de Heer Jezus ook maar ten dele. En we zijn allemaal onderweg. En de andere, daar zie je dat we in de wijkwinkel, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, gewoon doordat ik me presenteerde als uw wijkpastor. En als je je presenteert als uw wijkpastor, krijg je 100.000 problemen op je bord. Nou, uiteindelijk heb je gewoon 1500 hulpvragen in een jaar, maar dat kan je zelf niet doen. Maar de gemeente, die kan je daarbij helpen. Dus samen met elkaar delen we daar basisbehoeften en liefde uit. En dat groeit uit naar 1500 hulpvragen in het achterliggende jaar. En je ziet het, zeg maar, de rode kerngebieden waar de meeste zorg nodig is. En op het moment dat je dat netwerk dan ook weer in kaart brengt, kun je daar ook weer op anticiperen. Op het moment als we kijken naar wat we kunnen doen aan netwerken, dan is het gewoon mensen die je zegt van, zij zetten zich zo goed in voor de stad, voor Almere Haven, door ze een prijs te geven, een dikke taart. Jij hebt een taart verdiend, jij bent de hartelijke havenaar. Verzin wat. Ga met bloemetjes langs de deuren en zeg van, joh, we vinden het fijn dat jij burger bent. Deel Bijbels uit, bij Peter Pilon kun je ze krijgen, straks meer daarover. Zo heb ik in de bijeenkomst in Almere Haven met regelmaat een gast. Een gast die soms nog helemaal niks met het christelijk geloof heeft. En die nodig ik uit in de gemeente om die persoon zo te interviewen. En Gregor Stam, topsporter is geweest, Tineke Schouten is geweest. Maar het mooie is dat je als wijkpastor dan gelijk zegt van, joh, we kunnen van je leren. En je hebt verbinding met die personen. Ze hebben de Heer Jezus nodig. Van de armste tot de rijkste, van de dikste tot de dunste. Iedereen. De wethouders, de burgemeesters, zorg dat je daar contacten mee hebt. Je ziet Tessa proosten met de wethouder die net het jongerencentrum geopend heeft. Je ziet de Urkers visbakken. Gewoon omdat ik ergens in de gemeente op Urk, de Ichterskerk, gepreekt had. En de jongeren zei, Bert, je hebt gepreekt over barmhartigheid. Hoe kunnen wij dat leven? Kunnen wij jou helpen in Almere? Kunnen we een visrestaurant aanbieden? Vervolgens wij een visrestaurant georganiseerd. Tot mijn verbazing, binnen een week, helemaal uitverkocht vol. Het was gratis, maar uitverkocht vol. Dus wat gebeurt er? Die Urkers die komen vissen en die nemen niet een beetje visbakken. En die komen nemen niet een beetje vis mee. Maar zo'n ongelofelijke bult vis. Die weten wat vissers van mensen is. Die denken in multi tonnen vis. Dus dat was niet aan te bakken. En wat gebeurde er? Hun bakten en er kwamen mensen die waren helemaal nog nooit in een kerk geweest. En ze waren daar in de gemeente en ze aten daar hun visje op. Tot ik één maand later een bericht kreeg. En mevrouw die stuurde me een mail en die zei, we hebben toen kerk gehad in dat visrestaurant. Dat was in de kerk, maar dat was kerk of zo, hè? Zeiden jullie, dat visrestaurant kerk was. En ik schreef ja. En toen zei ze, ja, maar hebben jullie ook iets van diensten of zo? Ik zei, nou, dat is onze core business, wees welkom. Deze mevrouw heeft de Heer Jezus leren kennen met haar dochter. Is niet meer weg geweest nadat ze één dienst bezocht heeft. Zo indrukwekkend. Een netwerk, georganiseer iets en denk van, oké, maar dat staat niet op zichzelf. Organiseer niet een activiteitje, maar alles staat weer in verbinding met elkaar. Als je één kind hebt, heb je dus ook één of twee ouders. Dus als je 6 kinderen hebt, heb je tussen de 6 en de 12 ouders. Soms heb je wel 20 ouders, want dan hebben ze 3 vaders. Dus dan heb je nog meer ouders. En op het moment dat je al die ouders hebt,
dan heb je een prachtige meeting. Nou, pas hadden we in het jongerencentrum in Almere Haven een prachtige ontmoeting weer tussen ouders over seksualiteit en wat er in de media omgaat met de jongeren. En zo zie je dat investeren in netwerken zo zinvol is. Als we geen materiaal hadden van Peter Pilon van de City MT, wat moesten we brengen? Als we geen stichting ontmoeting hadden die de jongeren ging begeleiden, dan waren we aan het hengelen. We hebben die netten nodig, jullie ook. En zo was ik 2 weken geleden in een gemeente en die zeiden van Bert, wil jij kennis delen en ons helpen met missionair werk? Dan kunnen wij misschien iets anders doen. Ik zeg, ik heb wel een goed idee. Kom een jaar stage lopen in Almere en daarna help ik het je vorm te geven. De kerkraad zei, deal, gaan we gelijk doen. Direct. Waarom? Omdat we gewoon hulp nodig hebben met elkaar. Wij hebben handen nodig, de ander heeft dat nodig. Dus je zegt, joh, daar zitten wij op te wachten. Neem contact op, we zijn er allemaal voor elkaar. Ondersteun elkaar, Papendrecht, Sliedrecht, enzovoort. Bouw bruggen, want je hebt een netwerk nodig. God werkt via netwerken. Als ik zie wat we voor elkaar gekregen hebben, dankzij het netwerk van de CAE... stagiaires, is indrukwekkend. Als ik zie hoe stagiaires dingen opgebouwd hebben, weet u dat de wijkwinkel opgebouwd is door 1 stagiaire? Natuurlijk zaten er mensen achter die wat visie en wat beweging enzovoort duwtjes gaven. Maar 1 stagiaire heeft het gepresteerd. Afgelopen week zijn we getuige geweest in Almere Haven van de statushouders die op zo'n mooie manier gediend gaan worden. Afgelopen dinsdag is er een meeting geweest over trauma's. Hoe gaan we om met de trauma's van de mensen uit de andere landen en in ons land zelf? Afgelopen woensdag was er zo'n indrukwekkende bijeenkomst van mensen die vertalen. Dus dat zijn doelgroep mensen van de statushouders zelf, die naar alle nieuwe statushouders in heel Almere gaan. En die een welkomstbezoek gaan afleggen namens de woningcorporatie, betaald door de woningcorporatie. En die we vervolgens uit mogen nodigen in het netwerk van Gods liefde. Die vertalers die zaten daar en afgelopen donderdag was 1 statushouder. En die stond daar en die zei van, ik wil mijn land presenteren. En de hele wijkwinkel zat vol met mensen. Die zat te genieten van hoe zij haar land en haar cultuur presenteerde. Gewoon iets dat je ziet, mensen hebben de behoefte aan om in een school samen te zijn. Op het moment als we kijken naar kinderwerk, dan zien we hebben Mark net gezien. Mark is bij uitstek het voorbeeld over kinderwerk. Als je ziet hoeveel basisscholen 1 stadsdeel heeft, dat is ongelooflijk. Mark biedt zich aan en zegt, bij alle christelijke feestdagen wil ik een programma verzorgen. Wil je dat ook? Dan ga ik alle klassen langs, vertel ik ze overal over de Heer Jezus. Met man en macht, die probeert hij te zoeken, die man. Maar dan zit hij met een klein team. Alle klassen van een school. Over Goede Vrijdag en Pasen te vertellen. Weet u, lieve mensen, hoeveel netwerken je dan hebt als je in een hele school kinderen bereikt? Dit is ongelooflijk. Weet je hoeveel scholen er bij jou in de wijk staan? Weet je wat voor netwerk dat is? Weet je hoeveel bejaardenhuizen er zijn? En ik vertelde net het voorbeeld, zit nog vers in mijn geheugen, van 1 broeder uit de gemeente die een bejaarde tegen was gekomen door middel van een actie die meer dan 1 jaar niet mee buiten gewandeld was. Hij ging met hem wandelen en hij hoorde dat. En hij heeft zich vanaf dat moment gecommitteerd tot de dood van deze man. Om samen met hem te gaan wandelen, 1 keer per week. Gaan vissen. Daar is de hengel ook van. Als ik kijk naar het jongerenwerk, je ziet het jongerencentrum aan de rechterkant. Dan zie je op zo'n mooie manier dat daar door middel van een netwerk van de gemeente Almere die daarin bijdraagt. Van tegenover, gepositioneerd tegenover de middelbare school. Daar zie je connecties ontstaan. Gastlessen worden gegeven. Er worden van allerlei dingen aangeboden buiten school. En de jongeren vinden hun weg. En pas stormde het heel hard. En waaiden er zo heel veel jongeren naar binnen. Dat het pand stampvol met jongeren zat. En aan belangstelling geen gebrek. Lieve mensen, afsluitend, liefde zoekt verbinding. We hebben goud in handen. Weet je wanneer je goud in handen hebt? Als je Gods roeping serieus neemt, verbonden met Hem, God lief hebt boven alles. En je zegt, Heere, laat mij een kanaal van uw vrede en uw liefde zijn. Wilt u uw liefde
in mijn handen leggen en laten uitdelen naar de mensen in nood. En geef mij inzicht en wijsheid dat elke zorgpartij en elke ondernemer en elke winkelier van Almere Haven betrokken raakt bij die missie, of ze nou geloven of niet. Maar laten we met grote vrijmoedigheid ook gewoon die mensen inschakelen, met wat voor bedrijf dan ook. We hebben goud in handen, want God zelf wilde zich met ons delen. Zo lief, op deze manier lief, heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Hij incarneerde zelf in zijn eigen schepping. Kijk anders. Kijk als je één kind ziet en wees geraakt wat voor machtig netwerk daarachter zit. Benut het ten volle. Zodat je niet een beetje gaat zitten hengelen. Maar dat je werkelijk de netten uitwerpt. Zodat we de roeping kunnen leven waar Jezus zijn leven voor gegeven heeft. En hij stond daar op die dag, op die berg. Afscheid nemend van zijn volgelingen. En hij zegt aan mij, Bert, is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De duivel die doet wel interessant. Maar aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En toen tegen zijn volgelingen. En denk je maar in dat jij rondom die berg staat. Go. Ga. Go is 2 letters. De G en de O van Gods overwinning. In zijn overwinning kun je gaan. Ga de wereld in. Maak al die volken, al die mensen, niet in Afrika in de eerste plaats. Als je het hier niet leeft, heb je daar niks te zoeken. Ga en maak ze allemaal tot mijn volk, tot mijn leerlingen. En dan staat er iets zeer bemoedigends bij. En er staat, en zie, je gaat het met je eigen ogen zien. Wat? Vrucht? Ah, nee, ik zie niet elke dag vrucht. Maar elke dag dat ik Gods roeping serieus neem en ga, dan is het en zie. Ik zie het met mijn eigen ogen. Hij is met mij. Ik ben met u. Alle dagen. En als het niet zo blijkt te zijn, dan is het of dat het me later openbaar zal worden, dat ik denk, ik zag het niet en het was toch zo. Of God is een leugenaar en dat geloof ik niet. En zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. En zo sloot ik mijn Bijbelcursus afgelopen dinsdag af. Met een heel rijtje mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En dan zegt iemand op zijn plat Amsterdams: wat een lullige opmerking. Ik ben met je tot aan de voleinding van de wereld. En ik zat er met een stralend gezicht en dat werd minder. Totdat ik het zo ervoer. De Heer was aan mijn rechterhand. Ik zeg, dat is geen lullige opmerking. Dit is zo'n diepe waarheid. Als God mij uitzendt in zijn wijngaard of in zijn visoogst, dan is hij erbij. En dat is het mooie van het netwerk. Hij zelf is de spil van zijn netwerk. En zo wil ik je vragen om letterlijk te gaan. Verbinding te zoeken daar waar mogelijk is. Geen isolementen, jij niet, je activiteiten niet en de mensen niet. Verbind aan elkaar wat aan elkaar verbonden moet worden. Tot de eer en de glorie van de Heer Jezus. Want van hem is het koninkrijk en van hem alleen. Van hem is de kracht, de macht en de heerlijkheid. En het zal ervan stralen binnenkort tot in eeuwigheid. Amen.